Thank you for coming today to the Pride. I'm very excited. I'm super excited for today. Ik heb vandaag heel veel zin in. Ja, ik sta al sinds woensdag in de stemming. Vandaag varen wij samen vanuit de Hogeschool Utrecht met de Universiteit Utrecht op een gezamenlijke boot mee met de Utrecht Canal Pride 2023 en vieren we, nou ja, samen de liefde. Today the theme is we are all wearing green for a young activist. So we think that even though Holland is advanced in gay rights, we still think that there are a lot of improvement that needs to be done. We want to be very inclusive as much as we can until, like, the borders of the democracy are reached. Sometimes it's very, very important that a part of the road can be shared with others. For instance, by making a trip on a boat. Een ruimte die we samen betreden en waar we met elkaar gaan onderhandelen over wat nodig is om het goed te hebben met elkaar. It made me aware once again that life isn't always easy. Especially also for young people. Well, it can translate into an incredible difficult journey. En daarom gaat de Pride eigenlijk vandaag over ons allemaal. Daarom staan we hier vandaag. Daarom stonden we hier vorig jaar. Daarom staan we volgend jaar hier weer en het jaar daarna nog een keer, nog een keer, nog een keer. Dit is ons protest, dit is wat we doen, dus dag in en dag uit. Ik doe het vandaag om te laten zien aan de rest van het land dat wij er zijn, dat wij er mogen zijn en dat wij bestaan en dat we nergens heen gaan. Dat het belangrijk is dat we zichtbaar zijn, helemaal in een tijd waarin het steeds moeilijker gaat als het ware. En om gelijk ook op deze manier een stem en een platform te geven aan hun die dat niet hebben.